Mooi, hè? Ja. Is zo. Oh. Is zo. Echt waar. Ja. Oh, ga je vertellen. Kijk, daar hebben we mama en daar is de apotheek en ik laat mama zelf eerst even lekker ouwe nelen, zeg maar, erop. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag, namelijk alweer woensdag 11 mei 2022. En het is nou kwart over 1 in de middag. Ja, zoals jullie zien zit ik weer lekker bij mama in huis. Mama is lopen met de hondjes. Die was al op de terugweg, want die had ik al gezien. Gesnoopt, yep. Die had ik al opgespoord. Ik had al even naar en naar gefloten. Gezellig, ja. Dus nou zit ik dus bij mama. Zometeen om 1:30 krijgt mama bezoek. Dus daar zit ik ook gezellig bij. Dus we gaan het horen en meemaken en zien en beleven vandaag. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze groep. Nieuw vlog. Zo, ik zit nog steeds gezellig bij mama. En mama is dus nu ook. Kijk, hi mam. Echt gaaf. Wat heeft u een mooie make-up op? Kom hier. Kom hier. Ga je ook. Ja, u heeft net wat gezegd en dat u iets niet meer wou. Nou, dan ga ik daar gelijk maar woorden aan toevoegen, toch? Dank je. Alsjeblieft. Dus wat ziet u er vandaag weer prachtig mooi uit? Kijk. Slijm, slijm, slijm. Of niet? Nee, toch niet. Waarom moet ik nou weer slijmen? Nou ja, zo ken ik je, dat je graag dat mag doen, ja. Ja, nou mag en mag. Jij moet niet aan je neus zitten, daar krijg je dat nee, plekje van. Nee, hier, ik krap hier, omdat ik daar een jeuk had. Maar als ik wil slijmen en dan wil ik nou wel eventjes een bak hebben, hoor. Ja. Hoi. Dus, maar wat ziet het er prachtig mooi uit. Waar, en waar heeft u die tuniekje vandaan, jurkje? Dat is een jurk eigenlijk. Ja, die, en die printje, waar heeft u die vandaan? Ik geloof ooit is een keer van de Juttersmarkt. Oké. Okay. Maar dat zat er nog zo'n dikke buik erin, weet je wel. Ja, nou ja, dit en is toch ook netjes, ja. Lekker een beetje oversized. Ja. Moet kunnen, hoor. Ja. Ja. Precies. Wat is? Nou, ik zit naar jouw haar te kijken. Ja, mag. Kijk maar. Straks loop ik hetzelfde. Alleen ik met moet dezelfde even, kleur. Alleen ik moet even hieronder even iets wat meer inknallen. Rood. Ja. Ik moet toch vandaag even douchelen. Ik moet rood met zwart, hè, zei jij. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Hmm. Of een rood met een paars tintjes. Okay. Dus. Ja, en daar zit onze vriendin Wil helemaal op. Ja. Dus. Ja. Oh, ja, en ik heb hier een hele lange haar. Die laat ik nou lekker vallen. Nou. En toen had ik hem. Elwing. Ja. Elwing. Ja. Rekka. Dan niet. Hi, schatje. Rekka. Cookie? Nee, dan niet. Hey. Kijk. Kijk eens. Oeh. Nee, geen zin meer in. Hé? Geen zin meer in? Nee? Wel? Oeh. Zo is leuk. Ja. Kwispel. Oeh, ga je allemaal. Ja, oh ja. Nee, doe niks. Nee, kom maar. Kom. Ga mooi zitten. Ga mooi zitten. Ja. Kijk. Rekka. Oh ja. Echt waar. Echt waar. Is dat zo? Ja. Mooi. Ja. Oh. Zo. Echt waar. Ja.
gewassen. Ja, word ik nou helemaal gewassen? Ja? Is dat zo? Hij gaat lachen. Moet hij weg? Moet hij weg? Zodat jij hier kan zitten? Hé? Oh, pootje bijten. Oh. Oh. Hey. 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 Dat kun je lekker lachen, jij. Zo, als ga je afsluiten. Ja? Nou, hou je ogen dicht. Ja? En als ik dingen doorkrijg, of bij je voel, dan hoor je dat later van me goed. Geef je gewoon over, hè. Er gebeuren geen nieuwe dingen met je. Want als jij even zetten gaat, dan voel ik dat ook. Dan stop ik even, dan zeg ik nou even rustig nu. Dus laat het gewoon lekker over je heen komen.
Ben je er weer? Ja. Ik ben er weer. Goed. Zo. Wauw. Ik was wel even... ergens anders, ja. Ja, dat had ik door, ja. Zo. Ik zag je wel in de bloemenvelden. Zo. Dus dat is een stukje natuur en daar hoor jij vaak genoeg heen te gaan. Mm-hmm. De natuur in. Mm-hmm. De natuur in. Zal ik even uitleggen ook wat ik net heb gedaan met Karin? Even in beeld. Zal ik gewoon hier blijven staan maar? Graag. Ja, goed. Ik heb Karin net een healing gegeven. En dat doe ik ook met de werking van de chakra's. Dit is geen reiki, dit is echt een healing. Waar ik dan voor zorg is dat Karin een stukje innerlijke rust krijgt. En je voelt ook dan heel veel onrust bij haar. Ik heb ook haar hoofd daarbij leeggemaakt. Ik heb alles nagegaan bij haar. En ik ben ook even met haar buik bezig geweest. Omdat ik weet dat Karin daar ontzettend veel pijn heeft altijd. En ik hoop dat dat ook een beetje gaat werken. Daarna heb ik Karin dus afgestreken en op het eind heb ik haar aura dichtgemaakt. Juist doordat ze zich vaak niet goed voelt. He, ook door pijnen komen er gaten in de aura's. En die maken wij gewoon weer dicht. Want als iemand maar kwaad kan, die gaat lekker in die gaten zitten poeren waar ze zich dan veel beroerder door gaat vinden. En bij deze, nou ja, u hoort nu van Karin wel hoe ze zich voelt, wat ze heeft doorleefd tijdens de healing, want dat kan ik niet meer weten. Met mij begon, had ik echt zoiets van, oké, ik geef me over, wat Wil ook heeft geadviseerd bij mij, heb ik ook gedaan. En toen voelde ik me eigenlijk op een hele rare manier, eerst gewoon echt, mijn hoofd voelde zwaar, ik eigenlijk zo zat, gewoon het gevoel. En dat ik gewoon echt op een hele rare wolk zat, gewoon lekker aan het zweven. En tot ik eigenlijk een soort van weer wakker werd, zeg maar. Ja. Ja. En hoe voel je je nu? Beter dan net. Ja. 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 Ik voel me ook nog niet meer zo moe als ik net hier net zat. Ja, want dan word je helemaal ook rozig, rood op de wangen. Ja, echt donkerrood. Van, ik wil slapen. Laat me met rust. Nou, kijk, dat kan jij als moeder het beste weten over Karin. Vaak is de gezichtsuitdrukking. Ja. Is meteen veel rustiger geworden. Ogen staan anders. Kijk, ik kan je niet zo lang natuurlijk. Nee, zie je dat niet alle dagen. Dat doet je moeder ook niet. Maar juist daardoor zie je ook dat zo'n healing dus echt baat heeft. Uh-huh. En uitstraling van ogen is veranderd. Het gezicht is veranderd, veel rustiger ziet het eruit. En daardoor zal Karin zich ook rustiger gaan voelen. Vooral dat die innerlijke rust eruit, of die innerlijke onrust eruit is. Ja. En dat mag nou allemaal tot rust gaan komen. Uh-huh. Dus, nou ja. Dankjewel, schat. Wat ik ook even wil mededelen. Ik zag je echt in de bloemenvelden. Uh-huh. Zo, mevrouw. Ja. Kom maar weer terug. Hé? Waar was je helemaal? Weet ik niet. Weet je niet waar je was? Nee. Nee? Ik kreeg zo'n mooi Mariabeeld bij je te zien. Ik denk dat jij daar wel wat bij hebt. En ik heb ook het gevoel dat daardoor ook het geloof in jezelf weer eens terug mag komen. Gaat eens weer eens in jezelf geloven. Want het niet is tijd, hè, dat je dat gaat doen. Ja, ik ben baptist, dus maar mijn geloof. En Maria, ik even zoeken hoor. Daar staat een beeldje, want ik ben er wel gek op. Ja, maar die had ik al zien staan. Maar het gaat erom, als ik iets zie wat daarmee te maken heeft, dat heeft ook met geloof te maken. En dan hoef jij niet te geloven, maar het gaat erom dat je in jezelf weer gaat geloven. Dat is belangrijk. In jezelf gaan geloven weer. In de dingen die je doet. En in de dingen die je ook mag doen. Haal dat weer terug. Twijfel niet meer. Ja, twijfel ook niet aan de dingen die je doet. Nee, maar kijk. Dat is geen geloof meer hebben in jezelf. Dus hou op met die twijfels. En lief schat. Ja, dat is je bent wie je bent. Ja. Je mag zijn wie je bent, hè.
Dus, ja. En dat ben ik goed in koppie. Nou, en, ja, en ik voel me dus ook al dat jij begon. Zo. Ja. Dan druk je wat. En dan kom je inderdaad ook, wat Karin al zei, op een soort met van wolk trekt. Ik druk niet, hè. Dat lijkt of ik druk. Maar ik druk niet. Mijn hand legt er gewoon op, hoor. Ja. Ik doe voor de rest niks. Maar dat voelt wel. Ja, als druk, hè. Ja. Het is niet zo. Jeetje. Zo werkt dat dus. Ja. Nou ja, ik weet dat ik veel kan, maar ja. En daar geloof ik ook wel in, dat ik dat kan. Maar er zijn ook dingen, ja, dat houd je dan weer tegen. Ja, maar ja, dat gaat weer eens het niet. Ja. Maar proberen mag je dat altijd, toch? Ja. Proberen mag je dat altijd. En als het niet lukt, dan houd het op gewoon. Klaar. Ja. Maar onthoud één ding. Je bent hier, je bent in ons. Ja, nou, ik gewoon ben, voor ik iedereen. Ik me door geen één meer. Voor geen één meer. Nee, moet je ook niet meer doen. Ik ben ook gek op u. En ik ben ook zo gek als een deur. Ja. En ik zie er nou niet uit, want ik moet onder een douche zometeen. En het regent. Ja. Ik ben zo gek als een deur en er staat iemand hier te paffelen. Zo, man. Vies. Bah. Slaat gelijk op je longen. Zeg, godverdorie. Bah. 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 Ja, je moet er maar van houden. Echt, hè? Nou, en hier zijn ze ook nog steeds lekker bezig. Helemaal goud. Maar dat zeg ik. Ik moet even zo meteen onder een douche. Even lekker, want daar zeg ik al. Het is even weer niet lekker, zeg maar. En het is nou regen. Dus ja, ach ja, hè. Ja, maar we gaan nu voor mama even naar de apotheek. En ik ga mama zo even helpen. Komt helemaal goed. Ja. Kijk, daar hebben we mama. En daar is de apotheek. En ik laat mama zelf eerst even lekker ouwenelen, zeg maar, erop. Lekker klungelen, is leuk. Zelfbediening, ma, zelfbediening. Zelfbediening, aan de overkant. Zelfbediening. Mam, zelfbediening. Zo. Waarschijnlijk moet u even staan. Want onder dat dingetje af, dakkie, moet u dus dingen invoeren zometeen. Haha. Ja, mam, hier. Dus moet u even uw stok pakken. Kijk, druk op hier. U moet hier dus aandrukken. Ja, dat weet ik, maar ik wou achteruit. Ik moet eerst vooruit nog. Ga maar achteruit. Maar u moet toch denk ik even, ja, of zo, ja. Nou, en dan staat daar dus alles hierop wat u dus moet doen. Aanmelden. Nou, de Nederlandse vlag denk ik eerst. Nou, man, probeer. Bevestig. Nou, en dan nu uw afhaalcode. En die staat erop. Zo, nou, boodschappen zijn binnen. Ja, alleen een beetje zwaar het worden, maar dat geeft niet. Komt helemaal goed. Ja hoor. Ik ben nog steeds met mijn mama. Ook allemaal topgezellig. En mama die wil een lekker een oproeppizza. Dus dat is een Turkse pizza. Ja. Dus loop ik nog even mee in met mama. En het regent. Water. Ja. Eeuw. Waarschijnlijk is het bij ons mooier in Den Haag. Ja. Ja. Nou, mama die heeft een lekkere Turkse pizza. Dus voor mama. Benaming. Even, het is namelijk een oproeppizza gehaald. Is. En ja. Morgen staat de schoonmaak op de planning, toch, mam? Ja. En ik zie hier een hele mooie auto eigenlijk. Maar dan heb ik hem toch liever in het zwart. Ja, dat is een hele mooie auto. Want het is namelijk een Range Rover. Maar dan vind ik die van Basiel toch een stuk mooier. Ja. Dus, mijn jongens, dames, lieve allemaal, ik ga deze vlog lekker gezellig weer met jullie afsluiten. Dus, vind je deze vlog nou leuk, interessant, weet ik veel, wat allemaal nog meer? Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. Laat even een duimpje achter, weet ik het allemaal, even, en dan, ja, laat zeker eventjes, en doe het belletje ook aan, en laat even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao!